Goeiedag, welkom bij onze vlog. We zijn vandaag de gast op het oefencentrum in Zaandam. Hier worden de manschappen opgeleid op dit moment. Want naast de maandagavond oefenen leiden we dus ook nieuwe manschappen op. Ik ben zelf instructeur voor de manschappen. Twan is instructeur voor de bevelvoerders. En ze zijn nu bezig met het schuim opbouwen. En ze gaan straks inzetten draaien in het oefengebouw achter ons. Daar dus. Ja. Ja, we kunnen veel branden kunnen blussen met water. En niet alle branden zijn te blussen met water. Vooral vloeistofbranden die moeten we blussen met schuim. Kunnen we daar blussen met schuim. Het is daarom belangrijk dat de manschappen ook weten hoe we schuim uiteindelijk kunnen gaan inzetten. En daarvoor krijgen ze nu inderdaad de instructie over. En zo meteen gaan ze daarmee inzetten draaien. Ja, ze gaan straks inzetten draaien en dan loop ik met ze mee naar binnen. En daar zal ik ook wat beelden filmen, zodat je kan zien wat er binnen gebeurt. Daar oefenen ze met gasgestookte brandhaarden. En mogen ze echt water erop gooien. Ja, we zijn nu het pand in. Ik ga zo met ze mee. Ik ga zo van maskeren voor de rook. En dan gaan we naar binnen. En mocht je na het zien van deze vlog denken, ik wil graag ook bij de brandweer. Laat dan een persoonlijk berichtje achter op Facebook en wij nemen contact met je op. Mocht je nog vragen hebben of reacties, wees altijd vrij om eronder te reageren en wij zullen ze beantwoorden. Dit was onze vlog vanuit het oefencentrum in Zaandam. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.